trof een chauffeur die dus geen kapje droeg. En ja, je gaat er meteen extra afstand nog nemen. Ik heb een klacht ingediend, maar het is meermaals overkomen dat er dus geen kapje gedragen werd. Als APCG krijgen wij regelmatig signalen binnen van mensen die problemen hebben met het vervoer, dat de chauffeurs zich niet aan de regels houden. Dan worden mensen daardoor dus belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Dat is vervelend en naar en risicovol. En dat is ook hetgeen wat we zeker niet willen. De afspraken met de chauffeurs zijn gemaakt dat ze in alle gevallen mondkapjes dragen als zij reizigers in hun voertuig hebben. Ik heb daar meermaals een brief over gekregen. En daar staat dan in dat ze al van het betreurt. En dat ze in gesprek gaan met de chauffeur die mij gereden heeft. Op het moment dat ik een klacht krijg en dan wordt die chauffeur in de eerste instantie aangesproken en dan ook als het de tweede keer is wat forser aangesproken. Maar als uiteindelijk blijkt dat de chauffeur dat gewoon niet wil, ja, dan moet die chauffeur wel een andere baan zoeken. Maar het is wel heel erg dingen oplossen nadien. Terwijl je het juist zou willen dat het van tevoren dermate goed wordt aangepakt dat het niet meer gebeurt. Ik ga ervan uit dat op het moment dat de chauffeurs nu nog een keer hoofdelijk aanspreken, dat de oplossing moet zijn. Daar ga ik vanuit.